deze kleren worden gemaakt. Cool Kids. Ik ga even kijken wat er deze zomer in de winkels komt te liggen. Ik ben nu in de fabriek. Ik ga even iemand interviewen. Hallo, wie ben jij? Ik ben Amira. Maar je bent een kind. Waarom zit jij dan deze kleren te maken? Ik kan niet naar school en ik moet geld verdienen voor mijn ouders. En ja, maar waarom ga je dan niet gewoon naar school? Je bent nog leerplichtig. In dit land is dat niet zo. En het is ook dat mijn ouders geen geld ervoor hebben. Ja, dat ben ik. Maar het zijn allemaal kinderen. Ja, maar deze kleren zijn heel populair. Wie moet ze anders maken? Een machine? Daar hebben wij geen geld voor in dit land. In het vliegtuig terug bedenkt de journalisten een plan. Terug op de redactie vertelt de journaliste wat ze gezien heeft. Heb je dat modefilmpje in Sofia nog gemaakt? Het is geen modefilmpje geworden. Het is een reportage over kinderarbeid. Kinderarbeid? Bestaat dat dan nog? Ja, blijkbaar wel. Ja, wat kunnen we doen? Misschien een actie of zo? We noemen de actie School voor School. Vanavond zenden we hem uit. Goed idee! Hey! In groep 8 van CBS Onze Wereld is het tijd voor het Jeugdjournaal. Jongens, leg je spulletjes allemaal even neer. We gaan naar het Jeugdjournaal kijken. Ik kwam hier voor een modereportage. In plaats daarvan heb ik nu een reportage over kinderarbeid. Wie ben jij? Ik ben Amira. Hoe oud ben jij? Ik ben 10 jaar oud. Wat ben je aan het maken? Ik maak een t-shirt. Maar waarom ben je dan niet naar school? Omdat mijn ouders heel erg arm zijn en ik dus geen geld heb om naar school te gaan. En hier is geen school in de buurt. Hoeveel verdien je per dag? Ik verdien per dag 5 cent. Dat is niet veel. Dat is voor hier heel veel. Wat een schokkende beelden. Hopelijk helpen jullie mee aan deze actie. School voor school. Zodat we voor kinderen zoals Amira ook een school kunnen bouwen. Zodat zij ook een toekomst hebben. Help mee. School voor school. Dit kan echt niet. Dit kan gewoon niet. Jongens, we moeten echt wat gaan doen. We moeten echt geld inzamelen. Ja. De kinderen schrikken heel erg van de beelden en besluiten te helpen. Ze bedenken allerlei klusjes om geld te verdienen. Later keert de journaliste nog een keer terug. De actie School voor School was een groot succes. Kinderen zoals Amira kunnen nu naar school, dankzij uw hulp. Ze krijgen hier vakken als rekenen, taal en spelling en kunnen hier zo hun toekomst opbouwen.